Woensdag 12 april vormden de velden van Ede Victoria het decor voor de Edese schoolvoetbalfinales. Er waren 8 jongensteams en 8 meidenteams. Slechts een selectie van de teams die in de voorrondes meespeelden. Ik meen me te herinneren dat er 33 of 34 scholen zijn met 111 teams. Dat vraagt nogal wat van de organisatie. Ja, dat doet het zeker, ja. We hebben dus heel veel vrijwilligers en scheidsrechters nodig om het een en ander in goede banen te leiden. En een strak schema om het uiteindelijk allemaal rond te krijgen. En nou, we spelen heel kort. In de voorronde speelden we 10 minuten per wedstrijd. En nu iets langer, een kwartiertje. En de finale 2 keer 10 minuten. En een klein beetje aangepast. Alles speelt 7 tegen 7. Dus geen buitenspel. En de scheidsrechters waren in het begin wat soepel. Maar vandaag zijn ze dus streng. Deze jongens hebben heel goed gespeeld. Echt tot nu toe hebben alles gewonnen. Heel fijn. Ze kunnen heel goed spelen. Het is echt een hele sterk team. Want u staat zo meteen in de finale. Dat klopt. We gaan die ook winnen. De school wist de finale inderdaad te winnen. Het was niet de eerste keer dat de Al-Amana in de prijzen viel. Eerder behaalde de school ook al grote successen. We zijn ooit ook Nederlands kampioen geworden. In 2002 denk ik, als ik niet vergis. Een keer ook tweede geworden. Dus er zit wat erin. Bij de meiden eindigde de finale in gelijkspel. Na strafschoppen ging de beker naar de Edese schoolvereniging 1. Veel ouders kwamen hun pupillen aanmoedigen. Zowel zij als de kinderen zelf onderstreepten het belang van sportactiviteiten. Het geeft met name een verbinding in school, hè? Dus een teamgevoel. En dat vind ik heel erg belangrijk, dat je met school samen actief bent in de sport. Ik ben zelf ook redelijk sportief, dus dan vind ik ook dat de kinderen ook lekker mee mogen doen aan zo'n toernooi. Ook het team en ja, en gewoon een teamsport, denk ik. En wat vind jij daarvan? Ja, het is ook leuk omdat je met een team speelt. En je kunt zeg maar best wel veel je energie erin kwijt. Het is gewoon cool. En ik vind het gewoon belangrijk dat kinderen bewegen. Want we zitten gewoon te veel achter de Xbox en dergelijke. En gewoon bewegen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Dus uw kinderen zitten heel weinig voor tv? Ik probeer het wel. We doen ook aan fair play. Er is zelfs een sportiviteitsprijs voor het beste, sportiefste team bij de jongens en de meisjes. En die worden straks om 7:15 uitgereikt. De sportiviteitsprijzen zijn gewonnen door de jongens van Louise de Coligny 3 en door de meiden van Kaleidoscoop 2.